Sinds kort zijn de prijzen van zowel diesel als gasoline verhoogd. De regering heeft echter bekendgemaakt dat bushouders niet aan prijsopdrijving mogen doen. In de samenleving zijn er verschillende meningen over het wel of niet aanpassen van de bustarieven. Suraj Sahadeolal van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer maakte vandaag bekend dat een busrit boven de 10 SRD moet zijn vanwege de recente prijsverhoging van benzine. Enkele burgers geven hun mening over mogelijke tariefsverhogingen van lijnbussen. 56 PL, maar als je 10 SRD geeft, nemen ze het hoor. Als je die betaalt, dan nemen ze het wel. Dus dan krijgt u geen klein geld. Pas geld geven. Dus u krijgt geen klein geld als u het krijgt. Sommigen niet allemaal, maar sommigen wel. De brandstofprijs is verhoogd. Gaat alles omhoog. Ja, je kan ze niet kwalijk nemen. Iedereen gaat zoeken toch naar geld. De Chinezen verhogen. Dus vanzelf gaat alles omhoog gaan. Vernomen dat dat de buschauffeurs de prijzen naar 10 SRD willen brengen, hè? Binnen de bebouwde kom. En ja, het is niet te doen. Ouders die zoveel kinderen hebben, hoe gaan ze de bussen moeten betalen? Hoe gaan ze dat kunnen klaarspelen? Voedsel is duur. Het is zwaar hoor. Het is erg zwaar. En ik kan me niet voorstellen dat, ja, ik vind Surinamers, we moeten beter opkomen, maar alles is nu onder het mom van COVID en COVID, weet je. Dus ze moeten echt wat aan doen. Als straks een liter 50 SRD wordt, hoe verder? Want het is nu 15. De meningen bij zowel buschauffeurs als burgers zijn verdeeld. Enkele mensen gaven aan dat ze niet in staat zijn om meer te betalen dan het huidige tarief. Anderen zeggen dat zij zich zullen aanpassen. Stel eens voor, iemand die bij de overheid werkt, ja, hij verdient 2000 SAD. Hij moet elke dag 4 liters gaan tanken, 60 SAD per dag. Ja, wat houdt hij over? En dan moet hij nog gaan dumpen aan de supermarkt. Kijk, wij hier, wij mogen die prijzen niet verhogen, want wij gaan voor die 15 gulden per liter diezelfde 5 SAD rijden. Maar wij hebben geen inkomsten, die inkomsten is verdelft. Het is helemaal aan de lage kant gegaan. En dan moet u nu gaan denken, een band kost 2000 tot 2500 per band. Ja? Een galon smeerolie, een pijl, die kost bijna 1800 tot 2000 gulden. Ja? Dan praat je nog niet over remschoen, dan praat je niet over breakfruit, dan praat je niet over rubbers. Ja. De bussen kosten 5 SRD per tarief, maar ik heb geen problemen mee. Zowel de particuliere lijnbusorganisatie als de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer is van mening dat verhoging van de tarieven noodzakelijk is.